het veranderen van gedachten, het veranderen van je eigen veld, het veranderen van de gedachtegang waar de meeste mensen in zitten. Herken je dat? Dat je meeloopt met de meeste mensen, de mening van anderen, dat je gedachtes, berichtgevingen, nieuwsberichten, dat je die voor waar gaat aannemen. Ik herken het van mezelf. Ik ben nu een aantal dagen in Carcassonne in Frankrijk en ik loop eigenlijk een beetje op gevoel mee met waar de meeste mensen naartoe lopen. En dan kom ik voor de hoofdingang van het kasteel uit. Supermooi. En dan lopen de meeste mensen die lopen daar naar binnen. En omdat de meeste mensen daar lopen, zie je in het begin van het dorp dat het daar een beetje hutje-mutje wordt. Dat het dat wat kriegelig wordt. En dan heb je de meeste winkeltjes met de meeste commerciële spulletjes. Ik heb ervoor gekozen om eens een keer een andere weg te pakken, te zoeken, om op een andere manier binnen te komen in het kasteel van Carcassonne. Drie keer raden wat er gebeurt. Er is gewoon helemaal niemand hier. Aan de achterkant van het kasteel. Supermooie opening, lekker rustig. Het is ook weer een andere blik om naar hetzelfde kasteel te kijken. Dus het geeft eigenlijk alleen maar weer mooie inzichten in hoe je ook naar de dingen kunt kijken. Dus nodig jezelf eens wat vaker uit om te kijken naar waar zit een andere ingang. Want op het moment dat je een andere ingang kunt vinden, gaat het veranderen van perspectief voor jou heel veel brengen. En geeft je volgens mij veel meer ruimte en vrijheid om je leven in vrijheid ook te kunnen leven. Bye bye.